Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Aantal COVID-19 besmettingen in Suriname toegenomen. Straatinterviews. Hoe bewust is de samenleving over COVID-19? En tips, maatregelen en adviezen rond COVID-19. Het aantal met het COVID-19-coronavirus besmette personen in Suriname is toegenomen. Het gaat voornamelijk om geïmporteerde gevallen. Precies een week geleden werd het eerste positief geteste geval door de autoriteiten bekendgemaakt. De situatie vereist dat het meer dan ooit van belang is dat de samenleving de ingestelde maatregelen naleeft en hygiënevoorschriften in acht neemt. Het door de regering ingestelde Nationaal COVID-19 Management Team had op vrijdag 20 maart zijn 7e dagelijkse ontmoeting met de media, waarbij de volgende informatie werd verschaft. Het aantal COVID-19 bevestigde gevallen in Suriname staat nu op 4. Het gaat hierbij om de 2 eerder vermelde importgevallen en 2 contactpersonen van 1 van die importgevallen. Hun situatie is stabiel. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een rapportage ontvangen uit Nederland dat de persoon die van 1 tot en met 16 maart op vakantie was in Suriname positief heeft getest op COVID-19 al daar. De tweede patiënt en de patiënt in Nederland, dan praat ik over dus de tweede positief geval, de tweede import case, en de patiënt in Nederland die niet wordt geteld als een case van Suriname, want is daar getest en daar positief bevonden, zijn niet opgemerkt bij de gezondheidsscreening op de luchthaven, omdat ze bij binnenkomst alvast geen symptomen vertonen. De preventieve maatregelen van de regering waren rond die periode nog niet verscherpt voor Nederland. Nederland was op dat moment niet op de quarantainelijst. P, de patiënt van Nederland, presenteerde zich op 14 maart bij de spoedeisende hulp van het AZP met ernstige kortademigheid. Door overweging van de symptomen, zijn chronische longaandoening, voldeed de patiënt uit Nederland niet aan de criteria van een suspect case. De patiënt vertrok op 16 maart naar Nederland, waar hij op 17 maart positief testte. De andere patiënt, de persoon, patiënt 2, presenteerde zich op 19 maart met symptomen bij de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. Zij werd volgens protocol buiten opgevangen, apart gehouden en er werd een test ingezet in het AZP. Na 24 uur werd die positieve test nogmaals bevestigd door het Centraal Laboratorium van het BOG. De contactpersonen van zowel patiënt 2 als de patiënt van Nederland, die in Nederland momenteel is, zijn voor een groot deel al opgespoord en in kaart gebracht door de afdeling epidemiologie van het BOG. De 2 additionele gevallen, dus de 2 die gerelateerd waren aan het eerste bevestigde geval, die nu positief getest zijn, waren al in quarantaine geplaatst alvorens zij symptomen vertoonden bij de uitslag van de test van de eerste persoon, waardoor hun aantal contactpersonen minimaal is. De patiënten zijn ondergebracht in het Wanika ziekenhuis, waar de nodige zorg beschikbaar is. We hebben gemeend als ministerie van Arbeid dus om wederom zaken die eerder naar voren zijn gebracht, weer onder de aandacht van de werkende
te brengen. We willen dus wederom onder de aandacht brengen van bedrijven die uit voorzorg besluiten om tot bedrijfssluiting over te gaan. Dus dat daarbij de doorbetaling van het personeel dus overeind blijft. We doen dan een beroep op werkgevers, een dringend beroep op werkgevers, om bij het overwegen van bedrijfssluiting rekening hiermee te houden en in overleg te treden met hun personeel of een vertegenwoordiging van het personeel. We zijn dus in een situatie waarbij strak de hand leggen aan de wet of op de wet tot fricties kan zorgen, onnodige fricties. Daarom dat wij dus willen aansturen op overlegmomenten. Het ministerie van Arbeid heeft hoog in het vaandel tripartisme, overleg, besluiten nemen, dus met consensus, niet altijd consensus, maar het moet breed draagvlak hebben. Dus vandaar dat wij in deze situatie wensen te herhalen. Treed u in overleg met uw mensen, zodat er een maatregel kan volgen welke, of waarmee partijen, beide partijen, vrede mee hebben. Dat zorgt voor rust. Het ministerie voor regionale ontwikkeling, in additie Stichting Nieuwkombe, is mij bekend dat vanwege het coronavirus dan wantu nieuwe afspraken op begin roko vanaf 16 maart diepzade tot nader order. Kapa fospresi dat ade verboden voor go miti de rokomang voor nieuw kombe in de kantoro voor astichting. Morofara ade verboden voor abi moroleki 100 sma tapa terrein voor nieuw kombe. Ook toe adeso dat hij vanaf nono dan de sma sang e hossel e seri wantu sani tapa jari fu nyo kombe tijdens ahori fu dede oso, ook toe dat no de mogelijk moro ade verboden. Moro fara dan nyo kombe e stop voorlopig a yuru fu camera fu hori dede oso ITD brokode dan a alalen tra fanudu sang dingsman e duna nyo kombe. Wat uitzonderingen meki, die densma zijn abiden van noodu voedu, zijn abit te maken naar alasi voeden lobbywang. Pe nieuwkombe en mek bekend dat die soso naar toestemming voor coördinator voor een nationale COVID management team, naar directeur voor nieuwkombe, dat wat uitzondering kan meki, die numero leki 20 sma voor kan doe den van noodu dat nieuw kombe. Dat na if you want troe watra of you want horen wan begi tapo a traditionele fasi. Ten slotte, nieuw kombe ook to e gidor dat die efu wansma abi wan siki verschijnsel pe ai koso koso of abi verkoutu dan we begi nang alale speki fu voorlopig no kon tapa ajari fu nieuw kombe. We actie ten slotte aladen smaf unu voor abeneland zijn en mek gebruik gwenti mek gebruik voor nieuw kombe voor den hoorden schrijven naar de regels die zie zodat ook to den kan tang kosontu en kan voorkom dat de kisi aan nieuw siki die zie. Ondanks de vele voorzorgmaatregelen die de overheid en andere instanties hebben genomen, wordt het Centraal Bureau voor Burgerzaken nog steeds geconfronteerd met burgerlijke ongehoorzaamheid. En wel in die mate dat onder andere de beveiliging bij het CBB niet meer opgewassen is tegen de druk van de burger. Ondanks de vele bekendmaking is er nog steeds sprake van een grote toeloop van burgers en nota bene worden ook kinderen meegenomen. We wensen te benadrukken dat we alle begrip hebben voor de ouders en hun thuissituatie. Echter kunnen we niet toestaan
dat naast de volwassenen ook kinderen in deze periode blootgesteld worden aan grote massa met alle gevolgen van dien. Indien deze situatie ongewijzigd blijft, zijn wij genoodzaakt de openingstijden aan te passen en zo nodig het bureau te sluiten. Op de burgers wordt nogmaals een dringend beroep gedaan zich te houden aan al de uitgevaardigde verzorgsmaatregelen en de aanwijzingen van de ambtenaren ter plaatse strikt op te volgen. Aan de samenleving wordt nogmaals alle medewerking en begrip gevraagd. Brada Nassisa, we doen een dringend beroep op u voor volg de instructies. Dies die eigen veiligheid. Ook wens het ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het trainen van personeel in het kader van de algemene vrij en geheime verkiezingen aan te geven dat zij thans bezig is alle voorzieningen te treffen voor de voortgang van deze trainingen. De mogelijkheid wordt ook bekeken om deze trainingen digitaal te verzorgen. Maar ieder die betrokken is bij de verkiezingsactiviteiten wordt gevraagd de berichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de berichten van de verschillende districtscommissariaten te volgen voor de laatste ontwikkeling op het stuk van verkiezingen. Laat me starten vandaag met de kwestie van benadrukken dat we quarantaine, we zitten in een situatie in Suriname waarbij mensen in quarantaine worden geplaatst. En quarantaine hebben we vaker uitgelegd. Maar moet dat niet, omdat soms in tak Nederlands en in tak Sernang tongen. Quarantaine, een situatie in Saudi, aan een keus sa jou in Mekki. Ja, dus mijn telefoon constant, alle mijn app constant Mekki, zoals een verzoek, kolonel, mijn mensen, als ze komen, kunnen we ze in thuis quarantaine. Ik heb graag dat ik in thuisquarantaine ga. Dus iedereen wil in thuisquarantaine. Ja toch? Wij hebben aangegeven, thuisquarantaine is een mogelijkheid, is een optie, maar het gaat onder stringente voorwaarden gaan. En u gaat niet zelf bepalen, als u nou dicht bij de president bent, of u bent waar dan ook, u hoeft niet van ons te verwachten, in elk geval niet van mij, dat wij u... We gaan kijken naar omdat hij president dat we met Kitana Oso. Of no, Juna, marktverkoper, dus dat we potten in overheidsquarantaine. Het criterium van mensen in quarantaine plaatsen, anno, iedereen heet op een maatschappelijke ladder of niet. Er is aangegeven, even een probleem, de medische diensten, BOG. Die hebben hun protocollen, zo je wordt gecheckt als je komt, je temperatuur wordt opgenomen, er zijn verschijnselen die hoogstwaarschijnlijk zich zullen voordoen. Dat gaat bepalen, de medische mensen gaan bepalen wat voor type quarantaine je zal worden geplaatst. Ja, dus ik hoop echt dat ze mij begrijpen als aan dat no, omdat het geen tijd meer is om te vragen als we wel of niet. Er zijn dus uitzonderingen die we misschien zullen maken. Maar die uitzonderingen zijn, tenminste uitzonderingen, je zal gestuurd worden door de medische mensen die je hebben gecheckt, als het inderdaad wel of niet thuis quarantaine wordt. Ik wilde dat expliciet wilde ik dat aangeven, omdat we doodgebeld worden. Ik wil verder ook nog aangeven, we hebben een heleboel mensen die vanuit alle soort plaatsen ons bellen, om te vragen van, er zijn een paar buitenlanders die in Guyana zitten en we willen heel erg graag dat die mannen naar binnen komen, et cetera, et cetera. Ik heb gevraagd, zijn die mensen langer dan 14 dagen in Guyana? Zijn die mensen, noem maar op, want ze zijn allemaal mensen die uit Europa komen. Europa is een high risk. Nederland is high risk. Dus tenminste... De grenzen zijn gesloten, mensen komen niet meer naar binnen. Ik bedoel, het geldt voor ieder. En nog een keer, ook daar gaan wij geen uitzondering maken. Ik ga direct in hetzelfde licht ontkrachten de kwestie van avondklok.
Er is een hype ontstaan over een heleboel dingen, maar ik hoor plotseling dat vanaf morgen avondklok is. En iemand die zegt heel dicht bij het vuur te zitten, het is A1 informatie, iedereen die weet precies dat ik heel erg dicht bij het vuur zit en wat ik je zeg hier is waar. Vanaf morgen mensen, begin op straat te gaan, begin je dingen te gaan kopen, alles wat geweldigheden, want vanaf morgen is het avondklok. Ik ga het ontkrachten, het is niet waar. En ik denk dat de directeur het straks zelfs ook weer zal ontkrachten. Maar er is op dit moment op geen enkele manier is er besluitvorming met betrekking tot enige vorm van avondklok. Wat wij wel vragen, en dat is zo net ook door enkele sprekers hier gevraagd, zorg goed dat Yusrefi, bescherm Yusrefi. Dan, if je nafgona strati aan het defanodu, dan also. Dan in een vorm van gevaar die trasma. Laat mij de tijd nemen om ook de bekendmaking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan u voor te houden. Het betreft alle visvergunninghouders. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt bekend dat gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19-virus in Suriname, alle visvergunninghouders als mededienstkapitein en bemanningsleden van de vissersvaartuigen, alle door de bevoegde autoriteiten uitgevaardigde instructies en of richtlijnen in zaken het voorkomen en of het minimaliseren van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus strikt dienen op te volgen. In navolging hiervan benadrukt het ministerie dat het ten strengste verboden is en onder geen enkele voorwaarden toegestaan is om met de vissersvaartuigen de grensrivieren over te steken naar onze buurlanden en vice versa. Indien blijkt dat men zich niet houdt aan de vastgestelde maatregelen, instructies en of richtlijnen, onherroepelijke maatregelen getroffen zullen worden, met name het aan de ketting leggen van het desbetreffend vissersvaartuig en vervolgens wordt de visvergunning ingetrokken. In het belang van de volksgezondheid doet het ministerie een dringend beroep op u om alle door de bevoegde autoriteiten uitgevaardigde maatregelen, instructies en of richtlijnen in zaken het voorkomen en of het minimaliseren van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus strikt op te volgen. Getekend Dr. Anders Rabinder T. Parmisar, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Deze informatie gaat u dus dan ook aantreffen op onze website. Ja. Er is al eerder aangegeven, we hebben gesproken over de quarantaine. U weet, er zijn 3 soorten manieren om in quarantaine te gaan. Zelfquarantaine. U kiest er zelf voor om u af te zonderen. U bent uit het buitenland gekomen, misschien eerder. Of u heeft het gevoel dat iemand in uw buurt mogelijkerwijs besmet is. Misschien zag u beweging bij u aan het werk. Of u heeft een griepje en u denkt van ik wil me niet in het openbaar gaan begeven. Dan kiest u ervoor om u af te zonderen. Dat is zelfquarantaine. Doet u zelf. U blijft rustig thuis en u volgt natuurlijk de regels van volksgezondheid. En dan kijkt u hoe het gaat met uw gesteldheid. Maar aan de andere kant, dan heb je ook thuisbevelen, thuisquarantaine. En thuisquarantaine is met beveiliging. Dat betekent, u bent in uw huis omdat u werkelijk in contact bent gekomen met iemand. En u werkelijk echt ziek bent of mogelijkerwijs ziek kan worden. U komt werkelijk uit een land wat wordt gezien als een laagrisicoland of een hoogrisicoland. Dan worden er afspraken met u gemaakt. Dan gaat u hetzelfde proces weer beginnen als bij zelfquarantaine. Overheidsquarantaine zeggen wij wanneer je komt uit een hoogrisicoland.
Dus de kans dat u besmet bent, geraakt door het virus vanwege het feit dat er lokale transmissies zijn, is groter. Dan gaan we u gelijk apart zetten. Niet thuis bij u, waar mogelijkerwijs iemand van uw land kan lopen. Dus als ik me op van kondre, dan zet ik haar hoog risico. Gaat u niet naar huis. Je gaat naar overheidsquarantaine. Hoe bewust is de Surinaamse samenleving over het COVID-19-coronavirus? En wat doet men onder meer om besmetting te voorkomen? Het virus dat in december 2019 in China de kop opstak, heeft intussen de hele wereld in zijn greep. Ook Suriname is, ondanks wij dat niet hoopten, één van de getroffen landen. Focus sprak enkele burgers. Ik bescherm mezelf tegen het coronavirus door niet te veel met mensen dichtbij praten. Als ik bijvoorbeeld een handje geef, dan draag ik mijn handschoen, maar vandaag heb ik wel mijn handschoenen bij me. En ik ben de hele dag, in de laatste na het werk, ben ik binnen mijn huis. Als ik naar de winkel ga, heb ik mijn neuschapje en mijn handschoen bij me. Ik zorg dat ik altijd hand sanitizer heb, mijn handen wassen, zoveel mogelijk. Een beetje de gepaste afstanden in acht nemen, weet je, bij mensen. Nou, om eerlijk te zijn, ik loop niet zo... Ik loop niet zo hard als de meeste mensen, want iedereen die coronavirus hoort, raakt meteen in paniek. Maar dat ben ik niet, want ik heb me in zoveel hoedanigheden begeven hier in het oerwoud, dat je denkt helemaal niet aan ziektes. Dus ik zeg, dit waait eens een keertje over, weet je wel. En ik zeg gewoon, doe normaal, dan doe je goed genoeg. Ten eerste, wij merken helemaal niks van corona. Als we thuiskomen, was onze handen en we hebben altijd een spul waar je onze handen kan schoonmaken. Wij merken eigenlijk in Suriname bijna heel weinig van coronavirus. Het is niet zo dichtbij zoals wij dat eigenlijk horen. We ervaren het een beetje anders. Nou, ik drink veel water, ik loop met mijn handgel, ik ben heel veel thuis, ik ben in de zon bezig. Ik loop op anderhalve meter van andere mensen. Ik hou alle voorzorgmaatregelen in acht. En ik ben blij dat ik in Suriname ben, want hier heb je volop zon. En de coronavirus die leeft dan niet zo echt in de zon. Ja, ik was mijn handen. Ik heb fles water en zeep in de auto. Dus zodra ik naar de auto ga, dan was ik mijn handen met zeep en water. En dan stap ik in de auto. De overheid heeft wat maatregelen getroffen, dus voor de totale gemeenschap. Wat vindt u daarvan? Nou ja, volg ze op. Ik bedoel, het zullen deskundigen zijn die allemaal advies geven. Dat vind ik prima, want niet iedereen hoeft zich te gaan vergelijken met mijn persoon. Dus ik vind het heel prima dat de overheid toch die maatregelen treft. Want stel nou dat het verkeerd gaat, ja, dan krijgen ze dat gewoon op hun bordje. Denkt u dat er nog meer maatregelen getroffen moeten worden, hier in de binnenstad bijvoorbeeld? Nou, nee. Tot zover ik heb kunnen aanzien, zijn de meeste doeltreffende maatregelen zijn goed getroffen. Ik vind dat ze wel, wat dat betreft, coronavirus, dat ze daar wel goed aan hebben aangewerkt om zoveel mogelijk mensen informatie te geven, zichzelf te beschermen. Dus wat dat betreft heeft de overheid daar wel werk van gemaakt om de bevolking van Suriname zo goed mogelijk te beschermen. Je hoort op nieuws, je hoort op de radio, er zijn heel veel maatregelen getroffen. Maar dan ondanks dat zijn er toch nog mensen die toch nog zijn winkels hebben geopend om dingen te verkopen. Want mensen moeten verder leven, dus we kunnen niet anders. Het is overmacht. Nou, het is prima, want anders zou ik denken dat ze ook nalatig zijn. Ja, want coronavirus heerst overal in de wereld. Het is niet iets van Suriname. Dus je moet altijd van tevoren maatregelen treffen, zodat het minimale kan beperken. Boy, soms is het moeilijk hoor, om te zien wat er allemaal gebeurt. De ene doet een neuskapje om en je denkt, ja, is het wel een bescherming of niet? Dat weet je niet, hè? Ja, maar toch zie je een paar mensen, ze nemen het niet serieus. Ja, en dat ding is eigenlijk... Als je het krijgt, je kan doodgaan. Ja, dus dan moet je het serieus nemen. Je moet niet denken van, hey, ik loop met een neuskap en een handschoen, dat het geweldig is.
Je moet jezelf beschermen. Je moet een goede voorbeeld geven aan die andere mensen. Voordat hun ook zelf doodgaat. Heeft u ook een boodschap naar de mensen toe, hoe ze zich kunnen beschermen? Ja, nou, ik denk dat de mensen zich nog niet echt bewust zijn van hoe ernstig het kan zijn en is. Blijven handen wassen. Nou, voor de mensen die zich storen aan het coronavirus, zou ik zeggen, hou je aan de regels, ja, en probeer het te voorkomen. Ja, maar voor de anderen die zich daar niet aan storen, zeg ik, leef zo lekker je kan. Bescherm jezelf. Als je een brasser gaat geven aan iemand, weet je het doet. En ook bij het praten en het aangeven. En ja, ook op het werk. En ook als je kleine kinderen thuis hebt. Ja, je moet hygiëne moet je in acht nemen. Je moet jezelf goed verzorgen. Nou, lieve kijkers, luisteraars. Ik zou jullie willen vragen om goed op jezelf te letten. Hou vooral van jezelf. Als je niet op straat hoeft te gaan, dan blijf maar thuis. Doe activiteiten, want je kan niet alleen maar thuis zitten en eten. Maar je moet gewoon ook actief blijven. Zodat jij voor jezelf kan zorgen dat die coronavirus niet zo gauw bij jou op bezoek komt. En zich daar gaat nestelen. Zichzelf zo goed mogelijk beschermen. Aan de hand van informatie wat de overheid geeft via de tv, radio, nieuws. Volg dat, dan komt alles wel goed. Maatregelen en adviezen rond het COVID-19 coronavirus in Suriname lijken nog niet voldoende tot de burgerij te zijn doorgedrongen. Focus wenst door dagelijks tips en voorlichting van de desbetreffende autoriteiten door te geven een bijdrage te leveren tot het voorkomen van besmettingen. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het aandoen van een mondmasker voorbehouden is aan zij die griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. De stormloop op de zogenaamde N95 is vooral niet nodig, daar deze attributen evenals handschoenen behoren tot persoonlijk beschermingsmiddelen voor verplegend personeel. Indien u wel een handschoen aandoet, dient u dezelfde hygiënevoorschriften in acht te nemen als wanneer u die niet zou aandoen. Binnenshuis blijven is een van de meest adequate voorzorgsmaatregelen om contact met anderen en daarmee de kans op besmetting te verkleinen. In dezelfde lijn worden sociale bijeenkomsten en direct contact nog steeds sterk afgeraden. In dit kader heeft de overheid een verbod gesteld op bijeenkomsten van meer dan 100 personen, terwijl ook het houden van een afstand van 1,5 tot 2 meter is aangeraden. Dit geldt voor zowel openbare plekken als werkruimtes. Op deze plekken dienen materialen waaraan het virus zich kan hechten te alle tijden ontsmet te worden, zoals deurhendels en meubilair. Tevens zullen er zowel desinfecterende benodigdheden als wasbakken voorradig moeten zijn om de handen te wassen. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wijst er nadrukkelijk op dat er ondanks het sluiten van het luchtruim cargovluchten en vrachtschepen nog steeds worden toegelaten. Dat betekent dat de voedselbevoorrading en voorziening gegarandeerd zijn, waardoor er geen noodzaak is tot het hamsteren van producten. Bent u koortsachtig, kortademig of heeft u ongewone longproblemen en een recente reisgeschiedenis naar risicogebieden, dan is het aan te raden om direct te bellen naar de BOG-hotline op 178. De situatie rond het COVID-19 coronavirus in Suriname gaat niet voorbij aan president Desiré Bouterse. Het Surinaamse staatshoofd heeft de bevolking op woensdag 18 maart 2020 toegesproken. De president gaf onder meer aan dat het verbieden van bijeenkomsten nodig is om de overdracht van het virus te minimaliseren. Ook de ingrijpende maatregelen voor de horecasector zijn hard, maar nodig om ons allen te beschermen, omdat de gezondheid van het volk boven alles gaat. Het staatshoofd spreekt zijn dank uit aan het Surinaamse volk voor de grote ondersteuning die zij levert door geduld en begrip op te brengen in deze moeilijke situatie. Een bijzondere dank gaat uit naar een ieder die een positieve bijdrage levert aan de beteugeling van COVID-19. Om overdracht van het virus te minimaliseren, hebben wij per 14 maart bijeenkomsten van meer dan 100 personen verboden. Per 16 maart zijn alle scholen en crèches gesloten. Ook de horecasector
heeft ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren. Dit is niet aangenaam voor velen en is een economische harde dobber voor ondernemers. We begrijpen dit. Het blijft ook hard voor ons om deze maatregelen te nemen. Toch is dit nodig om ons allen te beschermen. Gezondheid van het volk gaat boven alles. Ten slotte wil ik ons volk dankzeggen voor de grote ondersteuning die zij levert door geduld en begrip op te brengen in deze moeilijke situatie. Een bijzondere dank aan ieder die een positieve bijdrage levert aan de beteugeling van COVID-19. De diensten werken 24 uur per dag gecoördineerd met elkaar. Ze doen op dit moment een voortreffelijke job. We danken u voor deze ondersteuning en garanderen dat wij er alles aan doen om u te beschermen en op een veilig pad te houden. Het virus is al erg genoeg, maar laat angst en paniek niet overheersen. Door voor uzelf en voor uw directe omgeving te zorgen en de aanwijzingen op te volgen, helpt u ons allemaal. Ik dank u. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.